in de tijd van griep, want die heerst het in het land. Is er ik benauwd voor? Blikstinder ik maar net ziek worden? Ja, ik ben er wel. Ik probeer wel een beetje op te posten. Het heerst op dit moment natuurlijk. En, ja, wij zijn op dit moment gewoon zo scherp dat, en droeg, zeg maar, dat we net volle kunnen veroorloven. Dus we hebben het zo aan te pakken. Kramer is nu 5 keer kampioen geworden op het EK Allround. Tak een weekend kan hij liek komen te steen met recordhouder Rintje Ritsma, die het 6 keer de titel won had. Ben je stemmer waande? Nee, eigenlijk niet. Maar goed, ja, is wel leuk. En tuurlijk zou dat mooi zijn, maar het is net iets werk heel wat ik mee bezig ben. Hoe vaak ben je dan al in gedachten met 2014 Sochi ondergang? Nou, eigenlijk meer dan maar de aankomende NK. Maar EK, sorry. Maar ja, goed, is logisch. Voor mij ziet alles in het teken daarvoor. Debutante op het EK is de Sontje-jarige Antoinette de Jong van Rottem. Ze waart 14 dagen verliezen 6e op het NK Allround. Ze is ambitieus. Stel je voor dat je op snijn de 5 kilometer in de maaie. Zit dat erin? Wat denkst? Nou, dat hoop ik wel. Daar ga ik natuurlijk wel voor. Het is een hele mooie afstand en ik heb nog volle batterie. Ik heb nou, ik ben net wel vaker in en ja, ik denk wel dat het goed gaat en dat het er wel in zit, denk ik. Takum Vreed zet het EK Allround in 10.30 uur, maar de eerste ritten van de man. De vrouwen starten sneeuw.